Het is elke dag helemaal spastisch over dat we nog te weinig goudhout hebben. Waar ze ook wel op zich gelijk in heeft, maar... Mam, is jouw droom, hè? Dat is mijn droom. Moeten we nog even doorhakken? Mijn warme droom. De vorige keer het water erop zetten ging dus niet goed. Toen waren alle aansluitingen niet goed. En toen begon het allemaal te lekken. Dus nu hebben we een nieuw moment van de waarheid. Maar toen gaat het water erop zetten en... ik roep heel hard stoppen als het niet goed gaat. Nou, dan. De constructie zit er helemaal op. Water, gas, afvoer. En gas zit er niet op. Oh, maakt er niet bij. Nou, water en afvoer in ieder geval zit erop. Tevreden? Hey, warm water, koud water. Warm water en koud water. Wasmachine, vaatwasmachine en een keuken. Ja. Yeah. Nou, keuken erin dan. Yes. Graafwerk allemaal zelf gedaan. Alleen er moest nogal wat verder nog gegraven worden, dus we hebben een Spanjaard ingeschakeld. We gaan nu eens even kijken wat hij ervan heeft gemaakt. Maar het idee is dat er hier achter de zonnepanelen soort parkeerplaatsen komen. Omdat als je hier naar beneden moet rijden en daar je auto moet parkeren, moet je hem altijd zo achteruit terugsteken. Hellingproof. Vindt niet iedereen fijn. Ik vind het ook niet fijn. Lukt ondertussen wel, maar niet echt mijn favoriete situatie. En we kunnen ons voorstellen dat anderen dat ook niet heel fijn vinden. Dus we laten hier parkeerplaatsen maken. Door deze beste man. Oh, ik vind het wel mooi. Zo. Nice, hè? Eerste keer water. Is het warm? Ja, ik heb hem niet op warm gezet, denk ik. En koud. Nee, want we hebben dit verkeerd hond erin gezet. Hij moest naar boven. Hè? Dit is koud, dit is warm. We hebben het verkeerd gedaan, ik zei het gewoon verkeerd. Nee, dat hoort zo. Ja, maar dit is dan dus warm. Nee, geen lekkage. Nee. Nice. Ben je blij? Ja, mensen, het is een heugelijke dag vandaag. Want we gaan de berg af. En niet zomaar. We zien er allemaal, als ik het zelf mag zeggen, mooi uit. Want we gaan naar een concert vanavond. Vivaldi. Of zoals de Spaanse het zouden zeggen, Vivaldi. Maar dat klopt niet. Vier seizoenen, dat is een heel bekend stuk. En dan gaan we van tevoren eerst even lekker eten en dan hebben we dus daarna het klassieke concert. En we zien er dus allemaal helemaal netjes uit. Dat gebeurt ons natuurlijk nooit meer, want we lopen altijd alleen maar in kluskleding. Al moet ik zeggen, ik krijg wel één keer in de zoveel dagen even een aanval dat ik make-up op doe en mijn nagels ga lakken en normale kleren aan, weet ik wat. Maar zeker Maarten herken ik echt niet meer terug. Maar ik zal het zo wel even laten zien, dat is wel leuk. Maar ik ben helemaal met mijn nopjes. Ik ben helemaal blij. Ik zal ook wel wat filmen vanavond van het concert en zo. Ik heb er zin in. Kaas. Oh ja. Kaas, ja. Kijk jongens. Dat zien we niet meer vaak hoor. Nee. Martien ook heel normale schoenen. Mooie broek, helemaal aangekleed. Mama, oh. Je mama is zich nog een beetje aan het aankleden. Oh, nou. Ja, we moeten eerst gewoon nog naar de... Naar de ferreteria, dat is de... Hoe heet dat in het Nederlands? IJzerwarenwinkel. En een kookplaat ophalen en zo. Echt helemaal niet glamorous. Maar goed, dat vergeten we even. Niet glamorous, nee. Een mooie kookplaat. Oh, dat is een hele mooie kookplaat. Nou, dan wel. Nou, we gaan onwijs uit hoor, mensen. Hallo. Let's go, jongens. Ga je mee? Ja, ik ga mee. Heb je lantaarnpalen gezien? Ja, geweldig. Die zien we heel leuk.
Let's go. Oké, ik ben echt op de meest romantische plek van mijn leven. Een keuken-update geven. Handvatten zitten eraan. We hebben een afzuigkap, ook heel leuk. Even kijken, dit is de kookplaat. Die moet dus nog aangesloten worden aan het gas. Komt hier zeg maar zo'n gasfles te staan. Dus dat gaat eigenlijk allemaal wel lekker. Daar zijn we allemaal wel heel blij mee. Ondertussen blijven we echt kilo's hout stoken, want het wordt echt best wel koud vanaf hier nu. Het wordt ook steeds sneller donker. Nog steeds niks meer vergeleken met Nederland volgens mij, want bij ons is het donker om 6:15 of zo, zoiets. Dus dat valt allemaal mee. Maar ik weet eigenlijk niet meer wat ik wilde vertellen. Veel hout hebben we nodig. Mama wil het hout sprokkelen. Het is echt zo'n sprokkelhoutje. Het wordt steeds mooier. Ja, het wordt steeds viezer worden we ervan. Maar ja, goed. Dat hoort erbij. Die waterflessen. Ja, overal. Alles. Alle planten ook. Ja.